Welkom bij het Haagse TV-journaal van woensdag 29 juni. Vandaag in het nieuws, pop-up poëzie in de binnenstad. Den Haag krijgt een nieuw Haagse muziekwinkel. Maar nu eerst, feest in het Zeeheldenkwartier. 5 dagen lang staat het Prins Hendrikplein in het Zeeheldenkwartier bol van muziek, dans, straattheater en kinderactiviteiten. Vandaag was de aftrap en dat gebeurde met vooral veel dans. We gaan straks optreden en ja, we hebben heel veel zin in. Nou, we vinden het vooral leuk dat alle mensen natuurlijk komen kijken naar ons. En ja, het is ook leuk om een dansje te verzinnen dan om het Zeeheldenfestival. We zitten al bijna 7 jaar bij elkaar in de klas. En hij zit bij ons 3 jaar, volgens mij. En sindsdien dansen we best wel veel met elkaar. We spelen in de pauze ook veel met elkaar. Gewoon 5 dagen gekkigheid. Maar vooral ook heel veel gezelligheid. Het is een buurtfestival, heel klein begonnen 36 jaar geleden. Geloof met 1 heel klein optredentje. En nu 5 dagen gekkigheid, zoals wij het noemen, met verschillende optredens voor kinderen, volwassenen en meer dan volwassenen en allerlei soorten muziek. En het is echt een buurtfestival, dus het wordt door en voor mensen van de buurt georganiseerd. We hebben hier een hele grote groep vrijwilligers die het bijna het hele jaar door keihard werken om het festival voor te bereiden. Het begint eigenlijk al vlak na de zomervakantie. Nou, in de loop van het festival wordt er steeds harder gewerkt, steeds meer mensen. Het festival wordt gedraaid door ongeveer 200 mensen in totaal. Dus ja, zo lukt dat dan met elkaar. Ja. Het Zeeheldenfestival duurt nog tot en met zondag 3 juli. En kijk voor het volledige programma op zeeheldenfestival.nl. Midden in de stad voor de passage zit een man die heel goed dichten kan. Met slechts een typemachine, een tafel en een stoel maakt hij straatgedichten met gevoel. Ik schrijf gedichtjes naar aanleiding van gesprekken die ik met mensen heb. En ja, zo hoop ik een beetje dat het gaat lopen en dat ik een beetje bekendheid kan genereren als schrijver. Buiten ontmoet je de mensen en kun je verhaal delen. En kun je mensen ook deelmaken van jouw verhaal. En dat is zo leuk natuurlijk aan straatdichten. Dus kijk, dat is altijd wel wat aan de hand in het leven van de mens natuurlijk. Soms hebben ze een gedichtje nodig voor omdat er iemand gaat trouwen of omdat iemand jarig is. En soms gaat het natuurlijk ook niet zo goed met mensen. Ik probeer het over het algemeen wel luchtig te houden. En mensen vinden het hartstikke leuk. Ik schrijf gewoon wat er in me opkomt. En je probeert zoveel mogelijk informatie van de ander te pakken te krijgen. De krenten uit de pap zou je kunnen zeggen. En zo hoop je een beetje een leuk verhaal ervan te maken. Zo maakt hij ook een mooi verhaal over een stel dat langs het poëzietafeltje van Sjaak liep en hem vroeg een gedicht te schrijven. En de een liep graag buiten op het strand en de ander binnen op de loopband. Dus daar heb je een soort van spanning, weet je wel, een conflictje. En daar heb ik iets over geschreven. De weerstand, strand, de band. Waar je telefoon, niet geleid door Spotify, toch weet af te leiden. Je man stuurt een foto van zandhellingen naar een rondje over strand. Waar de weerstand geen calorieën telt, maar lustig door je haren waait. En zich niet laat vangen in een knop. Wil jij ook een mooi straatgedicht? Dat kan, want Sjaak doet dit vaker. Ja, ik doe het zo'n beetje elke dag, 4 maanden lang nu. En ik pop overal op in de stad. En de Frederik Hendriklaan is een beetje mijn vaste uitvalsbasis. Daar zit ik op het tussenstukje voor de pagina meestal. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk ook op andere plekjes tevoorschijn te komen. Want ja, dat is wel gewoon leuk, weet je, dat mensen overal ineens tevoorschijn zien komen. In de kapperszaak Haagse Kopjes is het straks niet langer alleen mogelijk om jezelf een nieuwe kop aan te meten. Later deze maand kun je er ook terecht voor muziek uit de Hofstad. Muziekwinkel Haagse Oortjes opent deze maand haar deuren in het pand aan de Vondelstraat. Haagse Kopjes is natuurlijk volgens mij best wel een Haagse begrip geworden. En in de Haagse Kopjes zorg ik eigenlijk alles wel voor dat de muziek gewoon goed is. Ik ben zelf echt een enorme muziekliefhebber. Het is eigenlijk best wel een logische stap dat we uiteindelijk iets zouden gaan doen met onze passie voor de muziek. Die hier toch altijd wel flink aanwezig is. In de muziekwinkel wordt uitsluitend Haagse muziek verkocht. En dat gaat verder dan populaire poprockmuziek. Nou, ooit is mijn idee geweest eigenlijk om alleen maar met jazz te gaan. Omdat dat altijd wel heel erg mijn voorkeur heeft. Maar doordat ik toch wel door had dat er heel veel andere Haagse muzieksoorten in Den Haag is. En inderdaad, dan noemen we bijvoorbeeld Darwex. Een aantal mensen daarvan die komen hier naar de kapper. Ik heb contact gekregen heel goed met Janneke van de DEF. En toen is het plaatje eigenlijk allemaal verder en verder gegaan. En ben ik zelf ook veel meer me gaan verdiepen in de Haagse popscene.
En dus dat komt nu allemaal ook hier in de winkels te liggen. Dus de pop, rock, jazz, ook een stukje klassiek. We proberen hier ook het wel een beetje op een makkelijkere manier dan dat het allemaal heel serieus moet zijn. Het is echt de bedoeling dat het vooral heel erg leuk moet zijn. De winkel is nog niet eens open. Maar Haagse muzikanten staan al in de rij om mee te werken aan dit nieuwe initiatief. Ik weet dat er een klant hier is die dat hoort. Die is muzikant. Die speelt ook vaak met allerlei andere artiesten uit verschillende steden. En die gaat speciaal voor de Haagse oortjes gaat hij een cd maken met alleen maar echt zijn muziek. Ik denk, het lijkt me ook leuk, zoals ik het ook altijd probeer, een beetje iets met kunst mensen te stimuleren. Om ook muzikanten te stimuleren, om speciaal daarvoor misschien leuke cd'tjes of wat dan ook te maken. Zie jij jouw muziek ook wel in de schappen liggen? Ga dan naar de website haagsekopjes.nl en wie weet wordt jouw cd of lp straks wel in het assortiment opgenomen. Haagse Oortjes gaat 13 juli open. De familie van Mitch Henriques heeft hem gisteren in het Haagse Zuiderpark herdacht. Henriques werd vorig jaar op 27 juni opgepakt door de politie tijdens het festival Night at the Park. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. Familieleden organiseerden gisteren een bijeenkomst en een barbecue op de plek van de arrestatie om hem te herdenken. Zijn moeder, die op Aruba woont, was speciaal daarvoor naar Den Haag gekomen. Het Openbaar Ministerie maakte maandag bekend dat voor het eind van de zomer duidelijk wordt of de verdachte politieagenten worden vervolgd. De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar om het centrum groener te maken. Hagenaars kunnen zelf bepalen welke straat als eerste wordt aangepakt. Het geld is bedoeld voor groenprojecten in één van de drie volgende gebieden: Hoefkade, Oranjelaan of Tivolistraat. Tot 24 juli kunnen Hagenaars op een keuzeformulier op één van deze drie locaties stemmen. Met dit initiatief komt de gemeente tegemoet aan een wens van gemeenteraadsleden van D66, PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Er werden 50 locaties aangedragen, waarvan het stadsbestuur er 3 heeft uitgekozen voor de stemming. Films uit de hele wereld waarin gays centraal staan, worden vanaf zaterdag in bioscopen in 12 steden vertoond tijdens het Gay and Lesbian Summer Film Festival, waaronder het Filmhuis Den Haag. De films komen uit alle delen van de wereld en zijn vaak niet via het reguliere filmcircuit te zien. Op de website van Cinemien staat een overzicht van alle films, speeldata en trailers. De films zijn ook online te bekijken, precies op het moment dat ze ook in de bios draaien. Mijn ouders trouwen hier. Beb Kupferschmidt en Herman Kupferschmidt. 17 december 1941. In Den Haag, in de Nieuwe Molstraat. Een bijgebouw van de synagoge die in de Warenstraat stond. Beelden van een Joodse bruiloft terwijl ons land bezet is door de nazi's. Ze zijn onlangs ontdekt door de dochter van het paar dat trouwt, Jacqueline Notovic Kupferschmidt. En door de beelden gaat voor haar een wereld open. Ik wist heel erg weinig van die tijd. Natuurlijk weet ik net zoveel als een heleboel andere mensen over de concentratiekampen enzovoort. En ik wist dat het grootste gedeelte van mijn familie niet terug is gekomen. Maar over hun huwelijk hebben ze eigenlijk nauwelijks gesproken. Ja, omdat ik denk dat dat voor hun toch een pijnlijke herinnering is. Een herinnering die een plek krijgt in een tentoonstelling over Joods leven in de Hofstad, in het Haags Historisch Museum. De Joodse gemeenschap kwam steeds meer met de rug tegen de muur te staan, raakte steeds verder, werd steeds verder geïsoleerd en gediscrimineerd. En het feit dat in die periode nog huwelijken werden afgesloten en in dit geval dus ook gefilmd zijn, is natuurlijk iets heel bijzonders. Voor zover bekend zijn dit de enige bewegende beelden van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Den Haag. De bruiloft krijgt nu een plek in een museum. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik echt groot. Echt heel bijzonder. Dat vind ik echt, dat had ik niet kunnen voorspellen. En ik denk dat het ook een eervol iets is ten opzichte van mijn ouders en de mensen die de oorlog niet overleefden. En dan het weer. Morgen is er vrij veel bewolking en regent het af en toe. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 18 graden. Vrijdag blijft het wisselvallig en de middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag.
Morgen gaat het vierdaags festival Reizende Sterren op de pier van start. Reizende Sterren is een platform dat foodtruck-ondernemers letterlijk op de kaart zet en zichtbaar maakt voor consumenten. En haal je hart op bij de ontelbare kramen vol antiek en boeken op de Antiek en Boekenmarkt op het Lange Voorhout. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.